Auke van der Werf stopt in oktober als burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Dat heeft hij de gemeenteraad maandagavond laten weten. Van der Werf vindt het tijd voor andere keuzes. Ik heb 43 jaar gewerkt in overheidsdienst. 30 jaar heb ik in de publieke dienst gewerkt. De laatste 16 jaar als burgemeester. En nou, hebben we het daar eens over gehad. En het is een mooi moment om eens wat anders te gaan doen. En waar denkt u dan aan? Nou, geen concrete zaken. Wat ik vooral anders wil, dat is dat ik af wil van die dwingelandij van de agenda en van de 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn. Auke van der Werf begon 8 jaar geleden als opvolger van Willem van Rappard. In december 2015 werd zijn ambtstermijn verlengd met 6 jaar, maar die maakt Van der Werf niet vol. Het is tijd voor nieuw bloed, vindt hij. Ik vind zelf dat je als burgemeester maximaal scherp moet zijn. En ik merk bij mezelf dat dat niet meer de 150% is die het eerder was. En dan moet je op een gegeven moment ook keuzes maken. Van der Werf wil het coalitieproces na de gemeenteraadsverkiezingen nog wel meemaken. Dan kan hij het nieuwe college wegwijs maken voordat hij de ambtsketen doorgeeft aan zijn opvolger. De burgemeester wil nog niet terugkijken op zijn tijd in de Noordoostpolder. Daarvoor vindt hij het nog veel te vroeg. Ik ben nog gewoon burgemeester. Ik blijf dat ook tot 1 oktober. Maar als u mij dat rond die tijd nog eens gaat vragen, dan ga ik zeker zeggen dat het een prachtige tijd is. De politieke partijen in de gemeenteraad zijn verrast door de beslissing. Maar ze hebben er ook begrip voor. Hij is 65 en 8 jaar zit erop. En waarschijnlijk is de energie uit de Noordoostpolder voor hem. Ik hoop dat hij vooral gaat genieten van heel veel leuke dingen en zijn kleinkinderen. Ik wens in ieder geval de burgemeester nog een hele goede tijd. Tot oktober, heeft hij gezegd, blijft hij. En dan gaan we daarna kijken wat we verder gaan doen. We begrijpen zijn overweging, zijn beslissing. Wat we ervan vinden, ach, dat is voor een ander moment, denk ik. Wat voor burgemeester is hij geweest? Hij is een burgemeester geweest die geprobeerd heeft er voor de bevolking te zijn. Mijn vraag is altijd wel of dat voor iedereen zo gold. Want er zijn ook nog buurthuizen en wijken van Emmeloord. Daar had ik hem graag liever gezien dan alleen maar voor de Koninginhuis. Het is pal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Is dat een goede timing? Nou, in principe maakt het volgens mij nu niet heel veel uit. Er gaat 1 oktober weg. Er komt straks een nieuwe raad. En die nieuwe raad kan een vertrouwenscommissie samenstellen. Dus wat dat betreft is het wel een goede timing. Met de nieuwe raad ga je ook weer een nieuwe burgemeester kiezen. Die ook dan weer past bij de ontwikkeling die de raad heeft doorgemaakt. En is het denk ik wel prima.